deze wedstrijd er toelaat dat we hem wel in actie gaan zien. Maar voorlopig niet, Gert. Dit zijn nog eens twee. Ja, met Gent, met Hong, waarschijnlijk centraal. Nou, dat je met zijn plaats gehad in dat elftal. Of toch in de kern. Hier, Kuipers. En dat is een goeie. En Hong, oh, 1-0. Nou ja, één aanval van A-Gent is genoeg. Racing Genk met het balbezit. En dan ruimte voor Hugo Kuipers. En hij raakte niet helemaal goed genoeg. Juist weggelegd van Hong. Of dat nu zuiver is of niet, dat zal hem niet veel uitmaken. Hij wist in ieder geval waar hij naartoe moest. Ook de eerste helft van Genk in Eupen was niet goed. Dit is al een veel betere en daar is Peensel. En hij doet het uitstekend en hij legt hem erin. Dat is geweldig afgewerkt. Geweldig afgewerkt van Joseph Peensel. Hij die ook scoorde in Eupen. Nou, dat heet kalm blijven. En overzicht behouden. Maar weer zo'n fase waar hij naar binnen snijdt. Net zoals in Eupen afgelopen dinsdag. Nu was het... Fofana met Kums. Jatkowski is er weer. Misschien met links gegeven trappen. Ja, dat is toch best aardig gedaan. Waarschijnlijk zoeft hij nog redelijk ver voorlangs, maar... In de play-off 2, een goal van Nemets nog. Intussen niet meer in de bovenste schuif. Bij de mensen van Genk. Fofana draait zich knap vrij. En mooie poging. Alleen te veel in het midden van de goal om Van der Voort in grote problemen te brengen. De actie was knap van de jonge Fofana. Met een specialist aan een plek waarvan hij het zeker rechtstreeks durft. Mike Tresor doet het ook. En als hij binnenvalt is naar die geklopt, want hij stond er alleen maar naar te kijken. Tresor met El Canoes. Mooi weggedraaid. Heine kan inspelen. Muñoz. Peensel. Muñoz neemt hem mee. Oh, lala, geweldige actie van Muñoz. Alles lukt voor hem dit seizoen. Ja, Tornariga levert in bij Muñoz. Rocodari. Met Arteaga. Hier Tresor. En een goeie. En een goal. Prachtig binnengekopt. Door Sor. Geweldige aanval van Racing Genk. Zet die komt. Alleen komt hij hem zelf niet binnen. Maar was het zijn maatje Sor. Goed voor de man gekomen. Een fantastische kopslag. Ja, ja. En fantastisch gebracht door Tresor, moeten we ook zeggen. Met zijn linker op maat. Zo simpel kan het zijn. Op de spits spelen. Afleggen. Voorzet. En goal. Gefusilleerd werd hij Polnardi. De app van de Jupiler Pro League. Hebben we een kandidaat? Eens even over nadenken. Eerst kijken naar de quattro. Ja, nog een poging. Heel verrassend, want het leek allemaal onder controle voor McKenzie. Preciado neemt over. Opgevangen door Hogan. Toch nog bij, voorbij. En nog een goede bal voor Muñoz. Dit is een flinke kans. En daar is al zijn eerste. Ja, zeker. Rocodare. Met een goal voor Racing Genk. Die deze wedstrijd in een beslissende plooi legt. Van Gent, omdat hier speciaal door de drie uitschakelt bij zijn paasje. En daar konden ze kiezen. Maar dat doen ze dan wel goed. Want in één tijd en precies. En moest... Op A-Gent. Bijgevoetbald dan. Lemaitsch gaat nog eens koppen. De Poitre voor 2-3. Geen overtreding. Geen overtreding. 2-3. Dus we wachten nog even om de conclusies te trekken. Nee, Wouter Franke heeft ongelijk. 11 tegen de boomlange Lemaitsch aan. Nee, waarom zou ik daar moeten voor fluiten? Niks aan de hand. Niks fout. Nee. Rosowski denkt, ik hou de bal even bij. Dat is even waardevol. Kon niet spelen. Het was buitenspel geweest ook op die 2. Sor nog bijna. Muñoz is er weer. En nog eens gered. En dan Arrokodare. Met een mindere afwerking, maar het is nog een korte. Daar gaat Arrokodare zijn sterke lijf gebruiken. Maar het is afgelopen. En alweer een overwinning voor Racing Genk. Het is nog knokken geweest helemaal op het einde. Door die snelle aansluitingstreffer van de Poitre.